Hoe groot is dat, babe? Dat is echt niet normaal. Het is niet voor te stellen, gewoon. Het is echt gigantisch groot, jongens. Holy shit. Goedemorgen, mensen. Welkom in Florida. We hadden het jullie al verteld. Wij gingen lekker op vakantie naar Florida. En daar zijn we ook. Kijk maar even naar dit uitzicht. Oh yeah, dit is het zwembad van het hotel. Jongens, wij hebben vandaag zoiets leuks voor de boeg staan. Wij gaan namelijk naar Universal Studios. En mocht je niet weten wat het is een gigantisch attractiepark hier in Amerika. En het allerspeciaalste wat dit attractiepark heeft, is een op schaal gemaakt zwijnstein van Harry Potter. Ze hebben allemaal achtbanen en zo van Harry Potter. Ze hebben heel Harry Potter nagemaakt daar. Het wordt zo freaking vet. En ik kijk hier al echt, ik denk wel 10 jaar naar uit of zo, om hier ooit heen te gaan. En nu gaan we er gewoon heen. Het enige wat ons nog tegenhoudt is het halen van de kaartjes. En dan gaan we naar het attractiepark. Jongens, smash even dat duimpje omhoog als je het leuk vindt dat wij jullie meenemen op vakantie. En dan gaan we even die kaartjes scoren. Ik heb de tickets, babe. Yay, we gaan heen. Kijk, dat is echt één voor Maisha. Ga jij daarin? No. Maar wat als iedereen een duimpje omhoog doet? Zelfs dan niet. Jongens, wat is dit voor achtbaan? Je gaat gewoon recht omhoog, joh. Oh, zo eng. Oké, misschien is dat niet het eerste waar we heen gaan, maar waar gaan we dan wel het eerste heen? Harry Potter. Harry Potter, dames en heren. Oh, hier kijk ik echt al zo lang naar uit. Laten we het zoeken. Ja. Ik heb geen idee. Geen idee. We hebben King's Cross gevonden, jongens. We weten alleen letterlijk niet waar de ingang is van het Harry Potter gedeelte. We horen de muziek. Maar waar moeten we heen? Ja, de bus is er ook. Alleen, ik denk, iedereen gaat hier naar binnen. Alleen dit is zo'n kleine ingang. Maar in de film heb je natuurlijk dat ze door dat oude cafeetje heen gaan om op Diagon Alley te komen. Dus wie weet? Oké, jongens, we gaan er tussendoor. Het zou echt typisch zijn dat we nu gewoon bij de toiletten uitkomen of zo. Ja, ik weet het niet. Ik zie iedereen hierheen lopen. Alleen het is zo'n kleine ingang. Oh, jongens. We zijn er. Holy shit, wat vet. Damn. Dit had ik echt een keer achtergekomen. Nee, het was zo'n kleine ingang. Dit is zo cool. De winkel van Fred en George. Oh my god, jongens. Time to explore. Jongens, we gaan nu in de eerste attractie. The Escape from Gringotts uit de bank. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan de bank in, babe. Holy shit. Dit is zo cool. En het hele park is compleet in thema. Moet je nou eens kijken, joh. Het is echt zo vet gemaakt. Oh my god. Move along to the security office to have your Gringotts. What was that? There were Weasley's wildfire whiz bangs. Fireworks from my brother's friend George. Alright, jongens, we gaan de lift in en dit brengt ons naar beneden. Waar de ride gaat beginnen. Dus ik ben benieuwd, schatie. Heb je een beetje vertrouwen erin? Ik weet niet of ik misschien voor jullie van iemand anders wat footage heb gepakt van tijdens het rijden, want je mag er natuurlijk niet filmen. Maar het was echt cool. Wat vond je ervan? Nou, het was wel echt. Het was een soort. Mag je spoilen? Ja, je mag spoilen. Jongens, als je geen spoilers wil, nu wegkijken. Nou, het was zeg maar een achtbaan en een film in
van het vuur, dus dat was echt sick. Pachtig. Wat gaan we nu doen? Ik denk een mand halen. Ga je een stok halen? Oh, lijkt me zo. Nou ja, hij moet mij uitkiezen. Nou ja, dat is waar. De stok moet natuurlijk Maïsje uitkiezen. Alright, nou ja, laten we kijken dan waar we het kunnen vinden. Om Maïsje haar toverstok te halen, gaan we eerst naar de andere kant van het park. En dat doe je door middel van te gaan naar King's Cross. Als je niet kent, dat is het treinstation in Harry Potter waar die vertrekt naar Zwijnstein. Het leuke hieraan is dat dit volgens mij ook een attractie is. Dus we gaan nu in de attractie en dan komen we in het andere park uit. Want er zijn twee parken in totaal, Universal Studios en Islands of Adventure. Oh, we kunnen ook wat eten halen. Ik wist niet dat zij Mars hadden en al die dingen in de Wizarding World. Hier is het platform, jongens. Tussen 9 en 10. Wow, de sound effects in deze attractie zijn insane. Maar waar brengt het ons? Bij de nooduitgang. Oh wow. Oh cool. Jongens, we zijn er. Yeah. Welkom bij de Hogwarts Express. Hey. Holy shit. Damn. De moeite die ze doen om dit allemaal te maken. Het is zo sick. Nou, hopelijk is hij niet te laat zoals met de NS altijd. Tijd om te gaan, denk ik. We zijn er, jongens. Hogsmeade. OMG, jongens. Kijk eens wat wij gevonden hebben. Holy guacamole. Ik weet nu dat ik dit zo vaak heb gezegd in deze vlog, maar het is zo sick wat we hier allemaal zien. Hoe groot is dat, babe? Het is echt niet normaal. Het is niet voor te stellen. Het is echt gigantisch groot, jongens. Holy shit. En ik besef dat voor mensen die geen Harry Potter kijken of het niet leuk vinden, die zitten waarschijnlijk echt van, waar heeft deze dude het over? Waar zitten we bezig? Maar ik kijk al zo lang uit om hierheen te gaan. Het is zo vet om er dan rond te lopen. Dus sorry voor de mensen die geen Harry Potter kijken. De volgende vlog, tenminste misschien morgen nog wel, maar de vlogs daarna, die zullen gewoon weer normaal zijn. Maar deze is toch een beetje in het thema van Harry Potter. Accio-lada. Yes, very Nou jongens, we lopen nu in Ollivanders en het is tijd om een stok uit te zoeken voor Maïsje. Welke ga je nemen? Er zijn er zoveel. Je hebt hier dus alle stokken, zie je, dus je ziet alle namen erbij. Je ziet bijvoorbeeld ja, degene die we niet mogen benoemen natuurlijk. En hier heb je Harry onderstaan en even kijken, hier heb je Hermeline, Hermione. Oh, er komen nog een paar bij. En ik ga denk ik persoonlijk voor deze. Kijk nou. Gewoon een mooie klassieker van Harry. Super vet. Ik vind hem wel cool. Hij is echt heel cool. Dus die gaat mee naar huis. En weet jij welke je gaat doen? Ik heb echt geen idee. Sorry, ik vind het zo moeilijk om keuze te maken. Ja, echt. Nou jongens, het was een moeilijke keuze. En hij is niet gemaakt. Ja jongens, maar Maïsje heeft nog geen keuze kunnen maken. Wie denk je dat je wil gaan halen? Malfoy. Malfidus? Oh ja. Ja, maar Malfoy en Malfidus ja, hetzelfde. Dat denk okay, ik wel. Maar hij is wel een beetje, hij is eigenlijk het saaist. Ja. Ja, mag je het saai noemen? Ja, dat mag best. Ja? Ja, ja. Nou ja, we gaan morgen nog terugkomen, want we zijn hier voor 2 dagen. We hebben zoiets van, nou ja, we gaan geen overhaaste beslissingen nemen. Want we zijn hier achter, als je achter mij kijkt bij het kasteel, is er nog een attractie. Daar gaan we ook morgen in. En die wachtrij die schijnt echt insane te zijn. Behalve als wij gaan. Behalve als wij gaan. Want wij krijgen een uur eerder toegang in het park. Oh, dat is waar, ja. Morgen zijn we een uur eerder in het park. Super, super. Dus dan zal het waarschijnlijk echt gewoon helemaal leeg zijn en zo. Ja. Dus gaan we er morgen in? Yes! En we gaan morgen gaan we ook nog alle winkeltjes in om te kijken naar allemaal dingen. Dus check ook de vlog die er aankomt. Dus als je het leuk vindt, check dan ook zeker de vlog die er aan gaat komen. Want we gaan ook de rest van het park nog verkennen. Voor nu gaan we denk ik richting het hotel.
Ja. Gaan we nog eventjes chillen, kijken wat lekkers te eten kunnen vinden, hè? Ik ben aan het huilen. Waarmee aan het huilen? Er zit wat in mijn hoofd. Oh, er zit wat in mijn hoofd! Jongens, meisje moest even huilen omdat we weer terug naar het hotel gaan. Het is oké, het is oké. Nee, er is niks aan de hand. Nee, het had iets in de hoofd. Maar wij gaan dus terug naar het hotel. We gaan lekker nog even eten en dan naar bedje toe. En de volgende keer nemen we jullie gewoon weer mee. En ook nog een ander dagje dat we niet naar het attractiepark gaan, gaan we jullie ook meenemen. Want we gewoon nog lekker even de stad in gaan kijken wat voor gekke dingen Amerika allemaal heeft. Ja, snoepjes, eten, daarom. Lekkere dingen. En het lijkt me ook wel leuk om in de volgende vlog iets te kopen dat één van jullie kan winnen. Dus er komt een giveaway aan, jongens. Vergeet niet duimpje omhoog te doen en te abonneren voor die giveaway. En sowieso voor de rest van de vlog. En dan zien we jullie volgende keer weer bij de nieuwe Harry Potter vlog en vakantievlog en Orlando vlog. Orlando vlog. Gewoon vlog. Jongens, tot de volgende keer. Ciao.